Het is een haast onfriesk beeld, het paviljoen op de dijk bij Hielpen. Haast Engels. In een al verbouwd, glorietieren haan en troch een rieke dokter uit Snits bouwen litten. Hij woe net dat hij in zijn gezin haar verklaaien moest in Lietse badhokjes en kwam met het paviljoen. Henk Smit van Hielpen weet er alles van. De Hielpen die gingen je net niet strand af, want als ik de verhalen begrepen heb, moest je het voor de oorlog betalen worden op het strand. En daar aan die kant, daar was een groot strand voor de Hielpen wat het gratis was. Je ziet de rieke lui. Je ziet de rieke lui van die tijd, zou ik maar zeggen. Ja. Van hout naar beton, een blikvanger, maar ik doen zoenen in de jaren 60 en 70. Maar al jaren stiet het leeg. De eigenaar en de gemeente hebben voor het laatst met me gepraat in 2013. Intussen vertutte is het monument en dat docht zeer. Ja, dit is een plak waar natuurlijk een heel soort mensen vroeger een heel soort willen gingen. En als je dit nou zo zocht, dan denk je van ja, dit is echt begruttelijk dat dit zo giert. Nou ja, dat is om te schreeuwen bij wijze van spreken. En als ik hier naar boven show, ik weet net dat de cameraman het krijgt, maar dan show een stiekeltrier. En dan doet het John een kam denken bij wijze van spreken. Ja. Terwijl dat de badgasten en paraplu's of parasols tegen moesten. Elke keer als je hier langs gaat, maak je een foto met de badpaviljoen op de achtergrond. Voor Marianne Poutsma reden om in actie te komen. Dit kind zo net, vindt ze. En startte een Facebook-actie. Er waren binnen 4 dagen 1000 likes. En het bleek dat er betrokkenheid is vanuit niet alleen vanuit heel Friesland, niet alleen vanuit Hinderlopen, maar echt uit heel Nederland en eigenlijk vanuit de hele wereld. Nou, wij willen gewoon laten zien hoe mooi het is en hoeveel mensen hiervan kunnen genieten. En dat gaan we doen door middel van een vreedzaam protest. De eigenaar wil net met u praten en ik net met de gemeente. Hij zwaait in alle talen. Toch zult er weer om de tafel zitten worden, Matten. Dus je moet ik litten wat nou is en nou is de situatie zo. En misschien moet je ze van nou, kom op, we moeten om de tafel en we moeten zijn dat we hier wat meer kennen. Jeelt speelt het een rol, het opknapt misschien een soort kostje. Maar voor Marianne en Henk Smit is het duidelijk, hoe dan ik, het moet vlot lutsen worden. Zeer doet het iedereen en ik de hielpers en iedereen die zo graag zijn willen dat het opknapt wordt. Ik zou graag willen dat er hier achter over 2 jaar een schitterend badpaviljoen staat. Ja, we moeten nog echt wat doen. Want als er nog een jaar of 4 wacht is, dan kan het in de kostwaten zijn en is gebeurd. Komende snijn, om 12:00 is het weer druk bij het paviljoen bij het vreedzaam protest.